Hey! Als jullie dachten dat ik lang was... Nou, mijn long covid is langer. <laughs> uh, voordat de video begint wil ik wel even zeggen dat de mensen op de wereld het veel zwaarder of kutter hebben dan ik. Daarom doneer ik onder andere aan KWF, uh, Princess Maxima Center en Make-A-Wish 100 euro. Ik wil namelijk niet deze video als een zielepiet overkomen. <laughs> uh, zoals de meeste mensen weten heb ik een anderhalf maand geleden, een dag na mijn verjaardag, heb ik uh, corona gekregen. Uh, ik was een weekje ziek en daarna ging het twee weken goed. Uh, toen kreeg ik in één keer, een maand geleden ongeveer... ...kreeg ik uh, last van, uh, van enorme vermoeidheid, uh, geen energie en ademklachten. Mijn energie is op dit moment gewoon volledig kut. Het is echt volledig rot. Uh, ik heb geen energie om wat te doen. Ik ben dus druk bezig met samen met de fysio en de huisarts... ...om elke dag te sporten, beweging en gewoon goed te rust te nemen. Uh, daarom zijn de afgelopen maand ook niet veel video's online gekomen. <laughs> ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Het heeft gewoon oprecht even tijd nodig en het gaat zeker weten goed komen. Met hoe ik nu aan het opbouwen ben met fysio fietsen en zwemmen wandelen en al die shit. Sowieso voor iemand die nooit heeft gesport is dit al een goede stap voor mezelf. Uh, maar hierdoor kan ik gewoon niet opnemen. Uh, het, het is echt heel erg rot. Ik heb gewoon geen energie. Weet ik hoe lang dit gaat duren? Nee. Weet ik wanneer ik het weer ga opnemen? Nee, dat weet ik ook niet. Uh, het gaat nu allemaal met kleine stapjes. Um, ik zie jullie wel kijken van uh, Ronald. Uh, laatst kwam er een bitlife online. Ja, dat klopt. Maar die was van tevoren opgenomen en geëdit door Wilbouw. Abonneer zeker weten op die jongen. Hij heeft 67.000 abonnees. Laten we er 100.000 van maken. Please check de eerste link in de beschrijving beneden. Ik gun het die jongen van harte. Want zijn haar gaat groen bij 100.000 abonnees. Ehm. Um, hij heeft talent. Die jongen heeft echt talent. Um, ik probeer zo snel mogelijk weer terug te komen. Hoe lang het duurt, geen flauw idee, maar gelukkig staan er nog leuke video's online. Ik heb in de beschrijving ook een aantal video's neergezet waar ik echt enorm trots op ben. En buiten dat om, uh, check ook de kanaal bijvoorbeeld van Wilbo. Uh, Jeremy heeft een gaming kanaal gestart. Staat ook allemaal in de beschrijving. Joost is weer terug met leuke content. Don, Duncan, Link en Harm, um, check die allemaal eventjes. Um, het was even een kleine update. Ik zie jullie snel weer. Hou mijn socials in de gaten. En dan het enige wat ik kan zeggen is uh, bye bye. En um, thanks voor gedeeld alvast. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. <laughs> en het is kut. Het is echt kut.